De Oranje Leeuwinnen moeten weer aan de bak. Er staan komende week 2 WK-kwalificatiewedstrijden op het programma. Vanmiddag kwam de selectie in Zeist bij elkaar om zich op die wedstrijden voor te bereiden. En de vrouwen zijn populair. De training werd drukker bezocht dan die van de mannen. Een feestje voor de fans. Handtekeningen verzamelen en je grote helden van dichtbij zien trainen. Wie is jouw grote held? Lieke Martens. Genies van de Zanden. En waarom zij? Ja, ze is heel snel en heeft goede techniek. Lieke Martens en Jacqui Groene. We hebben vandaag een open training en er zijn zoveel meiden en ouders naartoe gekomen. En ja, dat is natuurlijk alleen maar leuk voor ons, maar ook leuk voor die meiden dat zij bij ons kunnen komen kijken. Het vertrouwen is groot. Iedereen verwacht dat de vrouwen het WK op hun sloffen gaan halen. Dat denk ik ook wel, ja. Dat gaat de goede kant op. Ik denk het wel. Oh, dat is van iedereen een beetje. Er is wel heel veel vertrouwen in de meiden. Vooral nadat ze Europese kampioen zijn geworden. Ja. Hè? Dan krijg je dat, hè? Ja, natuurlijk, ja. 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 In ieder voordeel zit een nadeel. En de verwachtingen zijn natuurlijk heel erg hoog nu. En ik denk dat het goed is. Dat houdt onze meiden natuurlijk ook, ja, houdt ons ook gewoon scherp. En ja, wij hebben ook maar één doel. En dat is natuurlijk dat WK halen. En ja, daar doen we alles voor. En met zo'n publiek, dan ja, dat is alleen maar fijn. 6 april speelt Oranje tegen de Noord-Ieren. 4 dagen later wachten de Ieren. 2 belangrijke wedstrijden waar 6 punten meer dan welkom zijn. Dat is gewoon het belangrijkste voor nu. Ja, maar zou je een belangrijke stap zetten? Ja, een hele belangrijke, ja. Natuurlijk tegen Noorwegen, wat eigenlijk je directe concurrent is, natuurlijk een hele belangrijke stap gezet. En je moet nu gewoon alles zien te winnen en dan zie ik het heel positief in. Kat in bakkie. Nou ja, dat niet, maar we doen er in ieder geval alles voor. Ik ga met mijn vader naar Nederland, naar Tjurland. Ga je heel hard juichen, denk ik, of niet? Kijk, eens ook een spandoek heb ik gemaakt met mijn vader. Okay. Wat gaan jullie erop zetten? We hebben ook Hup, Hollands Hup. Vind ik een hele mooie tekst. Ja.